Ook morgen wordt het klimmen voor het peloton. Vandaag zet ploegleider Thomas Dekker een bijzonder koppel op het tandem. Janne! Nog even naar mijn kleinkind zwaaien. Nu kan het nog. En voor haar levenspartner Hans. De tweede Pyreneeënrit is een pittige exercitie. De aankomst na 188 kilometer koers is in het de bergdorp Cauterets. De twee pittigste beklimmingen zijn de Aspin en de Tourmalet. Een van de mythische kollen uit de Tour de France. Het is geen finishklim deze etappe. Maar ik denk toch een van de leukste en bekendste kollen. Misschien wel na Alpe d'Huez om op te rijden. Meester. Ja. Hans en zijn vrouw Rianne beklimmen hier de Tourmalet en doen dat na een vervelende tijd. Hans werd getroffen door de ziekte van Lyme en had niet de kracht om zijn vrouw op de fiets bij te houden. Sinds april is Hans genezen. Nu kunnen we tenminste een beetje gelijkwaardig met elkaar meerijden. Dus en dat is ook wel een hele bijzondere ervaring. Dus ik heb heel veel naar die billen van mijn vrouw mogen kijken. En nu heeft ze in de klim mijn billen eens mogen bekijken. Ik heb niet erg gekeken naar die billen. Ik heb vooral me geconcentreerd op het trappen. Bonjour! Een soort koning voel ik me. Ja, ja. Het echte tourgevoel begint nu te komen. Mensen zijn enthousiast. Je ziet iedereen op de berg die we beginnen met aanmoedigen. Al die campers, al die mensen. Ja, fantastisch. Koeien. Hoe gaan we dat doen? Opeens was er een hele ploeg met koeien die stak over. En toen gingen ze ook nog iets doen wat niet helemaal paste op het beeld. Ja, ook dat boeken. Nog! Ja. Oh, er zijn hier dus meer stelletjes. Nee. Ja. En als de koeien de weg weer vrij hebben gemaakt, vervolgen Hans en Rianne hun weg naar de top van de Tourmalet. En ze kunnen na het behalen van het hoogste punt van deze etappe apentrots zijn. Het is wel een heel bijzondere, prettige ervaring op beide fronten eigenlijk. Het feit dat we mochten meedoen en ja, de persoonlijke overwinning op dat beestje in je lijf, zeg maar. Dus. Tot zover de andere tour vanaf de Tourmalet. Adem, hè? Wow. Top. ASR, de Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen.